is altijd wel zo'n dag dat je alle zeilen bij moet zetten om de processen goed te laten draaien. Dus dat merken we zeker. Je ziet de kar achter mij, zie je rijden. Gemiddeld op de grotere locaties spreek je toch gemiddeld per dag rond de 13.000, 15.000 karren alleen al aan bloemen en planten. Maar ik doe wel aan moederdag. Je moet natuurlijk wel aan je eigen moeder denken. Maar voor mezelf, ze hoeven mij nooit cadeautjes te kopen, maar de smile is voor mij genoeg. Ja, en wat zijn nou de mooiste bloemen om te krijgen of te geven? Als ik zelf, als moeder zijnde, zou ik het liefst bloemen krijgen die allemaal één en hetzelfde zijn. En niet zo'n bosbloemen waar je 20 verschillende bossen in hebt zitten. Ik vind rozen nog steeds de mooiste bloemen. En dan het liefst nog een beetje rood en geurend. Oh, ik vind dahlia's heel erg mooi. Omdat het een ouderwetse bloem is. Die doet me nog denken bij me thuis. En mijn vader gaat ze in de tuin. Ik denk toch rode rozen. Ik geloof niet dat het veel uitmaakt. Het hoeft ook geen grote dikke bossen te zijn. Het mogen ook een paar bloemen zijn. Alles is goed. Nou, wat we altijd zien is rond de moederdag roos doet het altijd goed. Maar ook andere producten als een gerbera. Maar wat dacht je van een mooie kamerplant, een mooie potphalaenopsis voor moeders. Hartstikke mooi. Ja, merkt u dat moederdag nog wel echt een ding is? Ja, zeker. Meer en meer. Wellicht de afgelopen jaren een beetje, ook door de recessie wat in de moeilijkheden gekomen. Maar zeker nu weer zie je, bloemen en planten zijn toch weer geliefd. Emotie kan je het beste geven, een bloemetje of een plant.